Goedendag dames en heren en welkom bij de uitleg van de kaarttruc, de tijdmachine kaarttruc. In deze video ga ik jullie hem uitleggen. Mocht je hem nou nog niet hebben gezien, kijk dan even naar de video hieronder, onder mijn hand. En dan kan je dus de truc zien en dan snap je ook waar ik uitleg. Dus check die video eerst voordat je met deze video begint. En dan zou ik zeggen, laten we beginnen met het intro. Goed, wat je voor deze truc nodig hebt zijn eigenlijk twee dezelfde kaarten. In dit geval heb ik twee keer een ruiter 10 zoals jullie zien. Nou, die twee ruiter 10, dat kunnen ook twee schoppen 6 zijn of twee koningen, als het maar twee dezelfde kaarten zijn. En als je dan, je kan er een kaart tussen stoppen, dus ik bijvoorbeeld, je pakt een random kaart, in dit geval de klavervrouw, sorry, de schoppenvrouw. Nou, die schoppenvrouw die stoppen we tussen de twee 10 en dan leggen we het bovenop. En als je dit doet, kan je eigenlijk al beginnen met de truc. Dus dat is eigenlijk heel simpelweg de voorbereiding die je moet doen voordat je begint met de truc. Wat je dan vervolgens doet, is je pakt ongeveer de helft. En je legt dus hier op en daartussen doe je je pink. Dus daar hou je je pink tussen. En je zegt tegen de persoon zeg maar stop. Als zij stop zeggen hier, pak je heel het pakketje op. Dat gaan ze echt niet zien. Dus ze zeggen stop hier, onder, zeg maar bij het onderste gedeelte. Dan pak je alles op en dan leg je het bovenop. Dus stel voor ze zeggen stop, daar. Nou, je pakt alles op en dan heb je eigenlijk als het ware gewoon je setup weer bovenop liggen. Snap je wat ik bedoel? Dan zeg je dus dan doe je een dubbel lift. Je pakt twee kaarten op als één kaart. En je zegt van, nou, dit is jouw gekozen kaart, de schoppenvrouw. Hun gaan ervan uit, hun denken eerlijk, dit is mijn schoppenvrouw. Eerlijke keuze. Nou, je draait alle twee de kaarten weer om en je stopt die schoppenvrouw middenin ergens. Dus ongeveer hier. Beetje schuin, dat kan ook. Vervolgens vraag je van, oké, dus laat je de volgende kaart zien. En je draait weer, je pakt weer een dubbel lift, dus je pakt twee kaarten om als één kaart. En je zegt van, nou, dit is mijn kaart, ruiter 10. Maar dat is eigenlijk dus de schoppenvrouw die erachter ligt. En die draai je dan weer om, dan knip je een beetje in je vingers, doet iets leuks, maak het een beetje spectaculair. En vervolgens zit die schoppenvrouw weer bovenop en zit die ruiter 10 in het midden. En dat is eigenlijk een simpelweg de truc eigenlijk. Je kan hem ook op je eigen manier toepassen. Probeer je eigen moves een beetje toe te passen, doe het een beetje in je eigen stijl. Maar uiteindelijk is het resultaat heel vet. Ik hoop dat jullie deze truc leuk vonden. Ik heb hem zelf verzonnen. Willen jullie nou meer kaarten zien of meer uitleg, filmpjes, wat dan ook, geef dan een like. Abonneer en check ook mijn kanaal voor veel meer video's. En dan zie ik jullie gauw weer terug met een nieuwe video. Mijn naam is Joel en ik bedank jullie voor het kijken en ik zeg ciao.